Het heeft de hele nacht geregend, dus het is op zich niet heel lekker weer om meteen te gaan zwemmen. Maar het is nog vroeg, ongeveer 9 uur of zo. Goedemorgen! Ik ben gewoon chill op het terras aan het zitten. Er komen een beetje eekhoorntjes langs. Kijk, een eekhoorntje hier! Iemand heeft eten voor hem achtergelaten. Zo cute! Ik heb mijn haar vermouwd met goji besjes. Gewoon een beetje chillen vakantiemodus. Ik moet zeggen dat het boek Shantaram echt de bom is, nu al. Ook wel heavy, want hij is nu bij de slavenmarkt in Bombay. Dat zijn dus allemaal kids. Ik denk dat dit wel echt een aanrader is als je iets meer over India wil weten. Dit is zo chill. Ik heb letterlijk niks anders te doen dan een boek lezen. Als de zon niet schijnt. Met vakantie. Dat bovenkantje van de selfie stick breekt de hele tijd af. Waardoor ik zeg maar dat waterhoesje er niet aan kan vastmaken. Ik heb nu met ducktape heb ik het helemaal omgewikkeld. Want op het eiland kan ik niet echt een selfie stick kopen. En ik dacht, ja, het is gewoon geen optie om de GoPro niet mee te nemen als ik ga duiken. Dus eventjes op deze manier opgelost. Ducktape, onmisbaar op reis. Dit uitzicht, joh. Het is zo chill. Elke keer weer denk ik echt, ik heb zoveel zin om het water in te duiken. Yeah, food. Ik heb gado gado besteld. Moet de pindasaus er nog overheen gieten. Het ziet er wel erg waterig uit. En nog Talur Dadar. Echt mijn favoriete nieuwe uitvinding. I love it. Dit was zo bruut dat ik heb besloten om gewoon de paddycursus te doen. Yo, dit was zo vet. Ik hoop dat jullie het net zo dope vonden als ik. En ik ben dus zo enthousiast. En als je het hebt over je gevoel volgen, dat ik echt dacht, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik nu gewoon niet die paddy ga halen. En die staat ook op mijn bucketlist. Dus ik heb de formulieren ingevuld. Ik ga morgen beginnen. I'm so excited. Oh, trouwens, zo bedankt voor al jullie feedback naar aanleiding van de waterparkvideo. Yes, jullie weten het. Ik ben heel erg van het experimenteren met editing en lala. Maar ik denk dat ik nu inderdaad een beetje te veel ben doorgeschoten. Ik zal proberen het iets meer in balans te houden. Maar thank you. Love jullie feedback. Jullie zijn awesome. Dankjewel. Dit moet natuurlijk gevierd worden met de beste curry ever. En ik heb natuurlijk weer Talur Dadar besteld. En mijn geliefde lemon iced tea. Rijst voor de curry. Ah, life is good, man. Oh, morgen begint de paddy cursus. Ik heb er zoveel zin in. Abonneer je als je mee wil, voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel voor het kijken en tot morgen!